Allemaal even in de kring komen staan. Stap op de plaats, lekker bewegen. Elke schooldag gaan deze open oma's samen een uur sporten. Wat voor weer het ook is. 4, 3, 2, 1, schud los. Ik kan het iedereen aanraden. Echt waar. Ik heb heel vaak binnen gesport, maar dat is niks. Dit is regen, sneeuw, maakt niet uit. Ja, ik vind het heerlijk zo. Oké, we gaan staan. We doen hand voor hand hoog. Volgens de bedenkers van zulke sportclubs is het hartstikke leuk voor opa en oma's. En schud los. Ze blijven er fit door, leren nieuwe mensen kennen en kunnen daar dan ook weer mee kletsen tijdens het boodschappen doen bijvoorbeeld. Ja, dit is toch fantastisch om te zien hoe ouderen uit de wijk bij elkaar komen om zo 's ochtends lekker buiten met elkaar de ochtendgymnastieken. Voeten, knieën, strek op. Ik heb echt heel erg naar mijn zin hier. En die oefeningen, die vooral die dames voordoen, die zijn heel interessant. Dan merk je echt als je thuis komt dat je echt wat gedaan hebt. Gaat niet vanzelf. Wat vinden jullie hiervan? Onze stelling vandaag is: ook opa's en oma's moeten iedere week sporten. Popcat vindt van niet. Ze kunnen misschien hun rug breken, schrijft hij. En Emma schrijft: ze mogen het zelf weten. Mijn ouders zeggen toch ook niet dat ik op voetbal moet. En Malou is het wel eens met de stelling, dan blijven ze nog lekker fit. En Hans zegt, dan worden ze gezonder en kunnen ze langer leven. Binnenkant van de hand is naar boven. Beb, even omdraaien die hand. Nee, die hand omdraaien. Dit is je hand. Ja, in heel Nederland zijn nu zo'n 30 van deze clubs met sportende open oma's. En binnenkort komen er zeker nog 20 bij. Ik heb een hekel aan sport eigenlijk. Ik doe er nooit wat aan. Maar toen fietste ik hier een keertje langs en toen dacht ik, dat is eigenlijk toch best leuk wat ze daar doen. Hè? Ik ga de volgende dag meedoen. Dus dat heb ik gedaan en het beviel me ontzettend goed. Oké, schud alles los. Dit was het voor vandaag. Nou, je hebt hard gewerkt. Hè? Er is koffie in het buurthuis.